Het zat al een tijdje in de lucht, dus echt groot nieuws was het niet meer. Maar Jan Vennegorff Hesseling tekende deze week het contract dat hem tot het einde van het seizoen aan PSV bindt. En Vennegorff is blij om weer terug te zijn in Eindhoven. Gewoon een heel fijn gevoel om getekend te hebben en om weer lekker te kunnen voetballen. Dat is gewoon een lekker gevoel en dat is belangrijk voor mij. Misschien komend weekend al, dat weet je niet. Dat ligt natuurlijk ook aan het trainen. Maar ik heb er wel een heel lekker gevoel bij en ja, dat is mooi. De afgelopen maand trainde Vennegorff al mee bij PSV. Trainer Fred Rutte wilde hem er graag bij hebben. En ook voor Vennegorff zelf was het duidelijk. Hij wilde terug naar Eindhoven, terug naar PSV. Ja, ik heb gewoon gewacht op wat bij mij goed paste. Er zijn inderdaad een paar dingen geweest waar ik ook nee tegen heb gezegd, ook in het buitenland nog. Voor mij moest het gevoel goed zijn en uiteindelijk zijn we met PSV samen nog uitgekomen. Daar ben ik op zich heel blij mee en dat doet me goed. Robert, daar is Vennegorff Hesseling en de 1-0. Dat is toch alweer heel snel feestvieren. Wat wordt jouw rol in de groep? Ga je op de bank zitten als pinchhitter, als breekijzer, of wil je echt gewoon, zeg maar, wat voetballers altijd graag willen, gaan voor een basisplaats? Nee, de rol is duidelijk. Matas is hier eerste spits en ik zit daar natuurlijk een soort rol achter. Maar wat ik net ook al zei, ik heb nog wel het gevoel dat ik nog wel echt wel gewaken kan zijn, anders had ik hier ook niet getekend. Maar niet alleen op het veld, ook in de kleedkamer kan Jan Vennegorff Hesseling een belangrijke rol spelen. Want hij brengt met zijn 32 jaar natuurlijk heel wat ervaring mee. Een hele jonge ploeg en echt, er zit echt heel veel potentieel in. Dat zag ik eigenlijk al vanaf de eerste paar dagen dat ik hier aan het trainen was. Dat wil je graag, houd jezelf ook een beetje jong natuurlijk. Dat is alleen maar goed. Ik heb vroeger ook veel van oudere spelers meegepikt en meegeleerd. Ik heb bijvoorbeeld onder de vleugels van John Bosman mogen meelopen. Dat was heel leerzaam voor mij. En hebben heel veel dingen, kleine dingen, niet eens dat hij altijd met mij bezig was, maar kleine dingen pik je op. Als ik dat maar een klein beetje zou kunnen doen bij 1, 2 of 3 van deze jongens, dat is dat alleen maar meegenomen voor hun en ook voor mezelf. Vennegorff blijft dus in elk geval tot de zomer van 2012 bij PSV. En wat daarna gebeurt, dat zien speler en club in een latere fase. Aan plannen doet hij niet meer. De afgelopen jaren heb ik van jaar tot jaar geleefd, zeg maar. Plannen in de voetballerij, daar zit er niet echt bij. Dus tot de zomer dan en daarna zien we wel verder. Zondag, Heracles thuis, misschien een invalbeurtje? Ja, we zullen zien, hopelijk. Ik kan het gras wel opvreden, Ik hoop het, maar dat ligt natuurlijk ook aan de tijd. Succes zondag en vast een goede verjaardag van maandag. Helemaal goed.